Roy Wesseling, afgelopen week trainde een proefspeler met jullie mee. Kun je daar wat toelichting op geven? Je doet op Wilgen van Dams, die heeft afgelopen seizoen nog gespeeld bij VVOG. Ik ken hem uit het verleden, heeft hij bij mij gespeeld bij Haarlem, landelijke jeugd. En ik heb hem nog bij ADO20 gehad, in de hoofdklasse. Dus voor mij een bekende speler, waar ik weer mee in contact ben gekomen. Die echt specifieke kwaliteit heeft. Hij is echt heel erg snel. Razendsnel, zeg maar. En vleugelaanvaller. Of in een tweespits systeem zou hij ook nog kunnen renderen. Dus even kijken hoe dat gaat. Hij heeft wat achterstand, fysiek en conditioneel. Dus we moeten eerst maar eens even kijken hoe hij zich staande houdt de komende weken. Op welk gebied kan hij IJsselmeer volgens aanvullen? Welke positie speelt hij bijvoorbeeld? Wat ik al zei, hij kan als rechter spits of in een tweespits systeem aan de rechterkant. Het is iemand die, die met name in de counter van heel veel waarde kan zijn. Dus dat er gaat specifieke kwaliteiten die wij misschien wel niet hebben. Dankjewel. Alsjeblieft.